even een ander soort podcast. We gaan namelijk vragen van jullie beantwoorden. Durf het aan? Mm -hmm. Vragen? Ik heb namelijk op Instagram, vetgezellig, mocht je hem nog niet volgen, doe dat dan even. Een vraagsticker gedaan, en er zijn wat vragen opgekomen. In het begin dachten we echt van oké, okay, er komen helemaal geen vragen binnen, maar het was wat wel rustiger. een grote blamaatje bij een QA. Het ja. is dus drie jaar geleden hè, dat we voor het laatst een QA deden. Oh, dus dan vind wow. ik er nog weinig okay. vragen eigenlijk. <laughs> nee, geen idee. Maar goed. Uh, de eerste vraag. Ga ik er de namen erbij noemen? Nee, denk ik niet. Ik ga het gewoon uh, niet een zo beetje... belangrijk, toch? Heb je nog obstakels mentaal die je soms nog in de weg zitten? Genoeg, toch? Ja. Wat ja. zijn bij jou uh, dingen dat je denkt nou, zit een beetje in de weg? Voornamelijk eigenlijk angst. Ja. Hè? Dus dat is wel dat is wel de grootste denk ik bij jou ook wel. Vul dat wel even lekker voor me in. Ja, is angst niet de, sowieso de grootste obstakel voor mensen vaak? Ja, ik denk Tenminste. het wel. Want ik heb ook wel een obstakel met dat ik altijd op zoek ben naar problemen. Is het dan de angst om is geen is problemen ook, in je leven te dat hebben? Dat is de angst om problemen te hebben. Dus Okay, ja, ja, snap je om iets ja, ja. fysiek te mankeren? Ja, dat snap ik wel, inderdaad. Dus ja. dan ben ik, als ik dan iets zie, of bijvoorbeeld ik zie een pukkeltje zitten, dan gaat mijn gedachte al gelijk naar. Oh, krijg ik nou opeens acne op mijn dertigste. <laughs> dat is dan, dan, daar ga ik me ja, dan heel ja. erg druk op maken. En dan ga ja. ik het in de gaten houden. En dan worden dingen natuurlijk vaak erger als je er heel erg op gaat focussen. Ik ben me tegenwoordig steeds meer bewust van dat de dag heel erg schommelt. Mm -hmm. Angst is nog steeds wel het grootste onderdeel uh, van waar ik last van heb. Maar ik zie ook wel dat. Mijn mood bijvoorbeeld, heel erg swingt op oh, de dag. Oh, mood swing. Ja, niet, ja, niet echt de mood, maar meer de um, gespannenheid. Yeah. Dus dan kan ik me s ochtends helemaal gespannen voelen en denk ik uh, helemaal niks. En dan mm -hmm. misschien een uur later denk ik, nou ja, het gaat eigenlijk wel goed. En dan twee uur later denk ik, wow, het gaat eigenlijk wel echt wel chill. En uh, goede dag, weet je wel. En dan kan ik s'avonds weer helemaal... Eigenlijk weer anders erbij zitten. Hoe vaker ik dat zie van mezelf, hoe dat uh, fluctueert, hoe makkelijker ik mezelf er ook uit kan praten. Geruststellend eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk een goede ontwikkeling. Ja, denk ik wel. Dat ik soms kan me heel erg druk maken, ook om fysieke dingen, maar ook om mentale dingen. Mm -hmm. En dan wordt het zo groot in mijn hoofd. En nou, het kan zomaar zijn dat ik over twee weken bijvoorbeeld niet iets meer wist dat ik me daar druk om maakte. Yeah. Dus soms moet je het is het wel eens fijn om een beetje bij te houden. Niet te veel op te gaan focussen. Maar wel te bedenken van... Oh, nu maak ik me opeens druk omdat ik opeens zweetvoet heb in mijn schoenen. Nou, dan heb ik ook weer een periode gehad. Ik dacht van. Nou ga ik dit in gossen oplossen. Dus die kan ik, nooit meer, ik kan nooit meer gewoon lekker mijn sportschoenen achter elkaar dragen. Want het gaat stinken. Ja nou, ik ben had, ik nu ook al twee weken niet meer mee bezig. Ik was een video aan het editen dat we naar Delft aan het lopen waren. En toen had ik het heel warm. En ik was op de, die dag ook de hele tijd. dacht van hoezo zweet ik zo erg? Het is zo <laughs> belachelijk. Waarom zweet ik zo erg? En dan had ik de heel tijd in mijn hoofd zitten. En nu is het. Twee weken, een week later of anderhalf week later, dan denk ik echt van, nou ja, goed. Nou, is het is zo uit. gek hè, die dingen. Dat je, je helemaal druk gaat maken om, nou ja, zweten. Yeah. Dat je denkt van, oké, okay, er ja, maar, is nu nee, ja, iets met mij op dit dat vlak. Dit kwam ook niet om jou, het is niet om jou uh, voor de bus te gooien of zo, of iets te zeggen, maar mm. omdat jij er ook, uh, zei van jeetje, wat, wat zweet je? Ja. Dat ja. ik ook dacht, van, oh, het is inderdaad uh, niet normaal hoeveel. Dat was wel echt zo, ja. Dat ja, was niet haag. Heb je ertussen? Ja. ja, ik heb natuurlijk gewoon een hele periode aan zweetvoeten gehad. Ja, ja, dat is waar. En ik, Minimaal een maand. Ja, maar ik rook echt niks. Jij zei dan. Dan, dan, dat je dat je je voeten vond ruiken en ik denk van nou, ik ruik echt letterlijk niks maar jij hebt zo'n zo geur dat is ja, echt niet normaal dat is uh, ik mijn uh, dat komt gewoon iets harder binnen volgens mij is het niet dat ik per se meer ruik maar het is gewoon komt intenser het, het wordt intenser opgepakt volgens mij ja, okay. want soms heb ik kan ik dan ook niet ervan uitgaan of nou iets stinkt of niet mm -hmm. omdat ik gewoon zo sterk alles ruikt. Dan ruik ik bijvoorbeeld in ons vorige huis rook ik heel vaak echt van alles. En dan zei hij van ja, maar ik ruik helemaal niks. Nee, dan kwamen we binnen en dan rook ik wel een klein beetje dat het vochtig was, of dat uh, Freek misschien net gekakt had, maar ja. ik dacht van ja, dat is echt. En voor de mij was het echt alsof ik in een paardenstal dan binnenkwam. Nou, schat, ik heb paardenstallen geroken. Dat ruikt echt <laughs> niet zo. Kan ik denk dat het vergelijkbaar is. Ja. Maar ja, wat, wat we daar eigenlijk mee proberen te zeggen, is dat... Uh, dat je. Eens een keer bij moet houden waar je allemaal wel niet druk om maakt ja. en wanneer dat ook in godsnaam uh, um, ja waar dat eigenlijk goed voor is. Ja, teruggekomen te voor vorige week waarin ik zei van misschien willen we iets ontwikkelen uh, om zelf met angst en zo om te gaan. Mm -hmm. Daar hebben we afgelopen week ook naar over nagedacht en we zijn echt wel op een op een ding gestuurd ja. waar we aan willen werken. En een Soort fidget is, spinner toch? Fidget, sp fidget spinner. <laughs> nee, maar we willen iets uh, ontwikkelen. Um, om anderen te helpen. Analoog wel, niet digitaal. Want ik vind analoog toch wel... werkt beter met je brein. Ja, schrijven schrijven en dat soort dingen... dat werkt beter dan tikken. Mm -hmm. uh, het schijnt ook echt zo te zijn... Door, door, door woorden te schrijven... dat ze ook uit je hoofd gaan... in plaats van als je ze tikt... dat het wat moeilijker uit je hoofd gaat... omdat je echt een, een beweging ervoor moet maken... echt mm -hmm. de, de letters erop moet schrijven. Wat zit er nou heel de hele tijd uh, de geblonkt daar? Ja. Vrouwen wc hè? Jezus. Maar goed, het, 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 het schrijven... Dat, dat werkt dus wel echt... Om, uh, om, om, om bepaalde gevoelens uit je te krijgen met tikken kan het ook wel, want je, 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 je plaatst het ergens anders waardoor het je hoofd uitgaat. Maar het schrijven, de bewegingen erbij maken, schijnen wel echt nog therapeutisch te werken. Okay. Dus we willen iets ontwikkelen en daar zijn we al een beetje mee aan het uh, spelen. Uh, om, uh, om voor mensen om te, om, om, ja, ja, om gedachten rijden... misschien op papier te kunnen zetten op een bepaalde manier. We dus zijn alleen nog niet over uit of het lijntjes of blokjes worden, toch precies. <laughs> Volgende vraag. Komt er een podcast met gasten? Nou, dat hebben we ooit geprobeerd. Mm -hmm. En uh, er komt ooit wel een podcast met gasten. Maar dat is niet met jou erbij. Want dat komt voor het andere kanaal misschien. Zo is het heel moeilijk te kijken. we hebben het van de we een paar weken oh, geleden opgeschreven. Nee, Oké, okay. echt? Ja? Maakt niet uit. Dat komt er wel aan. Maar uh, deze podcast hebben we wel beseft dat we alleen open kunnen praten met mensen die we een beetje kunnen kennen. Nou, eigenlijk. dat vind ik niet waar bij jou. Nee, bij jou. Oh, ik heb het nu okay. over deze podcast. Ik heb het niet over mezelf. Natuurlijk kan ik het wel, maar jij vindt het heel lastig. Daarom zijn we ook mee gestopt om. Weet je om... wat uh, grof? Ja, maar dat is toch zo. Ik de gewoon rond spot. Dat ik niet sociaal ben. Nee, dat heeft niet met socialiteit te maken. Dat jij vond... Nee, jij vindt het gewoon lastig om 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 om, <laughs> om uh, mensen die je niet kent om daar een gesprek mee aan te knopen. Toch, dat heb je zelf gezegd. Nou, op, met alle camera's erop, wel ja. Als we echt met vragen. En misschien dat als je dingen. het een soort van uh, Big Brother Kenneth Camera doet. <laughs> dat me wel kan lukken. <laughs> was het echt de camera's? Dat was toch ook juist dat gesprek? Nee, ik pad, vind hè? het verschrikkelijk, echt verschrikkelijk vermoeiend. Uh, ik, vind het echt uh, wel, ik vind het echt wel wat. Uh, ja, het heeft wel wat leuks om het te doen. Yeah. Maar ik vind het niet waard om vervolgens de hele dag eraf te liggen. Daarna. Nee, dus we doen het echt met z'n tweeën. En uiteindelijk ga ik misschien nog wel een podcast uh, maken uh, met, uh, met gasten. Uh, maar dat wordt niet wij samen. Want dat, jij vindt dat nee. gewoon te, te vermoedend. En ik vind drie ook. Drie vind ik een heel naar aantal. Is ook lastig aantal. Mm -hmm. Is ook wel echt zo. Dus nee. Ik krijg trouwens ook best wel vaak vragen van uh, mensen die zeggen van... Ja, mag ik een keer... Die hebben dan een verhaal en die willen het dan in een podcast of zo... Mm. Uh, delen en dan denk ik ja dat is op zich mooi maar dat is niet meer helemaal de podcast die we maken eigenlijk. Nou niet, dit is niet de vetgezellig podcast maar je, je wil dus een, wat anders. Ik gek van mezelf podcast heten. dat dit is wel de vetgezellig. Oh jij wil, wil dus wel iets gaan doen? Oh is echt ik dacht dat is het nieuws voor mij, maar dat vind ik wel leuk ja heel leuk idee. <laughs> ja ben ik echt uh, ik zit ik zat het met mijn brein te kraken is dat is dat gebeurd of heb jij dat gedroomd? Hoe deel je je tijd? efficiënt in om al je taken te volbrengen. Ja, ik zou gewoon die takenlijst schappen. Ja, kijk, oké, okay, dus als je het aan mij vraagt... ik ben echt heel slecht met planningen. Uh, dat de, moet je echt niet planningen. aan ons vragen, nee, inderdaad. Nee, wij zijn echt... Wij zijn mensen die niet weten dat we niks meer in de koelkast hebben zitten... en dan op uh, vlak voordat we naar huis gaan denken van... kut, we moeten nog boodschappen doen. Ja, maar kijk, we willen het wel heel graag. Dus waar een wil is, is een weg. Ja, maar we zijn er wel... Ik, ik denk dat we beter zijn dan een jaar geleden. Ja. Ja, maar serieus? Tien procent of zo. Nou, ik wil zeggen 20. Oké. Okay. Ja, vind ik iets vriendelijker dus, naar ja, onszelf. Okay. Maar over het algemeen gezien probeer ik dus nu wel sinds een paar dagen een lijstje te maken en een ochtendroutine te doen. Ja. Het lukt me nog niet helemaal, maar ik zit er wel. Ik weet dat je volgens mij iets van 30 dagen iets moet doen om het een beetje in je routine te krijgen, mm -hmm. dus ik probeer dat met lijstjes en in ieder geval een ochtendroutine daar een eerste stap te maken. Heb jij ook niet omdat jij een ZZP'er bent dat je denkt ik kan mijn eigen tijd invullen? Het wordt dus, wel makkelijker de laatste tijd. Ik kan mijn eigen tijd invullen dus als ik me eens een keer niet helemaal jovel voel, wil ik niet die takenlijst hebben. Ja, ik denk dat ik gewoon sowieso geen takenlijst wil hebben. Omdat ik er het gewoon nog steeds vervelend vind om aan een takenlijst te moeten houden. Maar je kunt ook een takenlijst hebben en taken gewoon doorschuiven. Ik heb, ik heb een hunkering naar vrijheid. Ja. Ja, dat is echt zo. Mm -hmm. um, dus ik, 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 Waarom ik ben... neem je geen tattoo dan? Huh? Dat vind ik geen vrijheid. Dat blijft altijd op je <laughs> lichaam zitten. Wat is daar vrijheid aan? Ik dacht dat mensen dat deden om, om een statement te maken. Zo van... I love freedom. Carpe we <laughs> <laughs> oh, live in Bali. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ik, ik, snap deze, ik snap deze grap niet. Ik snap het niet. <laughs> niet. Maar hoe ben jij met, uh, met efficiëntie, meid? Um, heel goed, ja. <laughs> <laughs> ja, heel goed, toch? Nee, ik... Uh, die het met het huishouden toch? Die er dan ineens doorheen. Ik heb echt nooit geweten dat ik zo verschrikkelijk slecht was in, in dit soort dingen, ja. totdat ik in aanraking kwam met uh, routine planner. junkies. Wie dan? Ja, er zijn uh, genoeg mensen online um, oh ja. en vooral in de autistische community die gewoon heel erg houden van routine. Ja, maar jij houdt er ook van. Dat vind ik heel fascinerend, ja, omdat ja. ik denk, ik vind het wel fijn om bepaalde... Ja. Maar kijk, uh, ik heb dus ook heel erg het gevoel van dat ik niet weet, wil weten waar ik aan toe ben. Maar routine is natuurlijk iets anders dan efficiënt plannen. Maar betekent het omdat je niet aan routine. Als je geen als routine van... hebt, kan je ook niet efficiënt plannen vinden. Dus wij doen niet efficiënt plannen en we hebben er ook geen tips voor. Dus eigenlijk is een, een het een heel lang antwoord van nee, ja, weten wij we eigenlijk niet. Maar ik doe dat niet goed. Nou, ik zou zeggen, probeer in plaats van te plannen, probeer eerst routine aan te brengen. Ja. Dus dat je weet, in de ochtend sta ik een beetje zo op. Ik doe dit, ik doe zo, zo, zo. En dat je dat al een beetje hebt. Ja. En dat je dan pas gaat kijken naar um, planning. Ja. Routine is wel eerste stap. En wij zitten nog in eerste stap, dus wij kunnen niet de tweede stap al uitleggen. Jij wil planning, planning bundel maken. Ja, vind ik wel leuk. Ja, ik hou er wel van zelf, maar ja, ik, ik, uh, ik weet het niet waarom het niet lukt. Misschien met onze eigen planners dat het wel gaat lukken. Hoe gaan jullie om met negatieve comment? Nou, comment. Die heel makkelijk. Die ziet er gewoon niet. Ik lees het gewoon niet. <laughs> het is heel makkelijk. De makkelijkste. Um, hoe ga ik om met negatieve comments? Nou, om heel eerlijk te zijn, uh, ik controleer alle comments die op mijn video's online komen. En als ik zoiets heb van bij de eerste twee, nou, eerste zin, denk van dit is gewoon niet aardig, dan ga ik niet verder lezen en dan gooi ik het eraf. Dat is eigenlijk heel goed. Ja, want heel eerlijk, um, hoewel ik dit al tien jaar doe, vind ik het echt lastig als ik een negatieve comment is. Uh, als een negatieve comment komt. En kan ik me ook echt heel gespannen ervan gaan voelen. Mm. Dus daar heb ik wel moeite mee. Ja, maar het is zo... Uh, ik, heb dat, ik heb daarover gelezen wat dat eigenlijk is. En de meeste mensen zijn natuurlijk gewoon... vooral in het echte leven heel beleefd en aardig tegen ja. elkaar. En dan is dat zoiets wat um, daarbuiten valt... dat je brein er heel veel aandacht aan gaat geven. Ja. Want het is heel vreemd eigenlijk dat iemand iets heel naars achterlaat. Dus dan, dan is het eigenlijk heel logisch dat er zo'n voor je gevoel. Een beetje overdreven reactie. Ja, ja, overdreven reactie. Dat is ook wel echt zo. Want ik denk van, hoe kan ik me hier zo gespannen door voelen? Maar dan denk ik altijd van, zit er dan een kern van waarheid in? Nee, ik vind het gewoon vervelend om negatieve comments. Ja, het is, ja, het is dat is dus het feit als jij stel je voor je loopt in de supermarkt en in plaats van dat iemand zegt van uh, oh zou ik er langs mogen zeggen van je hey, ga als opzij uh, dikke wegwezen jij ja. dan denk je van huh? en dan ben je er helemaal ontdaan van ja. maar het internet zijn die grenzen natuurlijk heel erg ja die zijn zo open je kan alles op zeggen wat je wil dus dan gebeurt dat heel vaak ja ik moet wel zeggen om er gelijk even op in te haken ik krijg echt niet veel negatieve comments dat, dat is echt zo het is best Relaxed eigenlijk onder de. Maar er zijn wel eens mensen die uh, een slechte dag hebben en dan denken van op, op ons, of op mij eigenlijk de bot vieren of op de video. Ja, dat kan ik gewoon niet hebben. Nee. Nee, dus ja, Nee. Dan, dan is het gewoon. Ja, dat is jammer, maar dan uh, zie ik je comments gewoon niet meer. Nee. Je hebt namelijk op YouTube uh, een, een, een stukje met uh, uh, verberg gebruiker? Volgens mij. of, of beper, verberg. Nee, verberg of, volgens Instagram mij. Dus dan kan je nog steeds reageren, reageer vooral. Maar ik zie het gewoon niet oh, maar meer. Ja, ik zie De het steekt er niet meer. Toen vooral moeite in. Steken vooral moeite in. Ik zie ze niet meer. Oké. Okay. Nee, maar goed, ik vind het gewoon. Het is, het, ik ben mezelf. Denk. Ik doe dit nog niet zo heel lang. Maar ik ben mezelf gaan beschermen, omdat ik het gewoon heel erg lastig vond. Op een gegeven moment, als je negatieve comments dan, dan merk je ook als er dan een negatieve comment op komt, dat of mensen gaan tegen elkaar in. Die zijn het er mm -hmm. dan niet mee eens. Of juist zijn mensen die zien dan ook iets en denken van, oh, oh, dat, dat vind ik oh, ook dus. dan yeah. Gaan ze daar juist mee op exact reageren? Ik en dat. Ja, dat is eigenlijk uh, het sneeuwbaleffect toch? Ja. En dat kun je beter een beetje beperken. Dat hebben we al een keer eerder gehad. Hè? Als jij, jij wel eens wat verkeerd zegt. dat je dan één vriendelijke doorlaten kan. iedereen die lijkt. Ja. Ik weet niet wat het is. Maar wij zijn heel erg geneigd om fouten te herkennen. En heel graag willen we dat dan verbeteren. Is bij ook iemand. een truc, hè? In marketing wordt dat ook gebruikt. Daarom doen heel veel inderdaad. als serieus maken. doen ze expres een fout in de tekst. Ja. Op het filmpje. Mensen willen namelijk reageren op fouten. De helft van de comments gaan over. Uh, het is dit hoor, Zo of ga staal leren. Dat soort dingen. Ja. Terwijl. Uh, als je dat dus ziet, ga ervan uit dat heel veel mensen, kijk ik niet, ben dyslectisch, dus <laughs> ik zie het ook echt niet. En het verbeteren ervan is misschien wel vriendelijk bedoeld, maar komt bij mij een beetje kut over. Je mag het nog steeds doen hoor, en ik zal het trouwens ook gewoon altijd doorlaten, want dat vind ik niet zo erg. Mm -hmm. Maar uh, er zijn heel veel bedrijven, uh, influencers, die dat gebruiken juist om meer engagement yeah. te krijgen. Dus als je een keer een spelling fout ziet, dat je denkt je is wat dom. Waarschijnlijk is het expres ja. om je te laten reageren. Sowieso. Ja, ja sommige filmpjes van dezelfde hebben, het, hebben altijd wel standaard een woord verkeerd. Maar ik heb, het, ik heb het dus gedaan om mezelf te beschermen. En ik moet zeggen, sinds ik het doe, heb ik ook steeds minder negatieve comments trouwens. Ja, dat ja. is toch fijn. Ja, ik denk als je de sfeer positief houdt dan... En waarom niet positief? Ja, tenzij je de meest walgelijke kijk, dingen doet of zo. Ja, ja, kijk, als je een keer iets doms doet of zo... dan zou ik echt niet zo erg vinden. Maar ik probeer altijd niks doms, doms online te doen. Zo. Ik denk dat mensen zich vooral moeten beseffen... zou je dit tegen diegene zeggen in het echt? Ja. En uh, als je gewoon elkaar tegenkomt en het over iets hebt... als je dan denkt van nee, dat zou ik eng vinden... of nee, ik wil die confrontatie niet aangaan... doe het dan ook gewoon online niet. Ja, die memo hebben sommige mensen gemist. Ja, ja en sommige zijn wel echt eng dat ze dat doen, hè? Ja. Ja, dat is waar. Daar zou ja. ik dan met een boog omheen willen lopen. Zijn jullie blij met de plek waar jullie nu staan? Nee, je zit. Dat snap ik. Ho, ho. Ben je blij met de plek waar je staat? Ja op, zich wel. ja, op zich wel. Op zich wel? Jij? Waarom op zich? Ik wil eerst jouw antwoord weten. Ja, op zich wel. <laughs> <laughs> um, ja, nee, ja, ja. Nou, het komt altijd beter in mijn hoofd. Dus. Maar nee, ja, het gaat eigenlijk wel goed. We zijn uh, wel leuk bezig. Ik denk, denk dat ik steeds meer... In een positie kom dat ik me wat rustiger ga voelen. Ik moet zeggen, een maand geleden was het de totaal tegenovergestelde, want al, ik zag alle views en zo, alles kelderen. Mm -hmm. En toen had ik even twee weken groot stress. Maar daarop terugkijkende en hoe ik dan nu weer zie hoe het gaat, en zo denk ik, nou ja, waar maakte ik me eigenlijk druk om het? Was, het was wel een leerproces ook weer voor mezelf. Ja, en nee, ik ben eigenlijk wel blij. Okay. Ja, Misschien wel eigenlijk. Ja. Jij? Ja, ik denk over het algemeen wel, ik heb wat uh, verdriet te verwerken. Dat is eigenlijk hetgene waar ik. Uh, met wat minder vervoel. Ja. Maar um, buiten datom vind ik dat ik uh, ja, eigenlijk wel ja, heel tevreden mag zijn. Ja, op een goede plek in je leven. Ja. Ja? Ik denk het wel. Ik denk dat ik vooral heel veel geleerd heb De afgelopen jaren, waar ik nu dan best wel blij mee ben dat ik mm. dat weet van mezelf. Mm. Dus kom wel steeds uh, verder bij uh, dat je jezelf ook echt kan helpen wanneer er iets is en jezelf stil, um, hoe noem je dat? Kan stillen. Ja, ja. Dus niet, uh, dat je niet zo heel erg op laat lopen elke keer. Nee. Nou, dat was wel interessant. Die zag ik al een paar keer voorbij komen. Of er nog een docu komt. Nou ja, als hm. je de podcast luistert, heb je het gehoord. Want ja. we hebben het gezegd, maar wel echt op het einde. Dus dat is voor de OG's. <laughs> nee, we zijn bezig met een uh, project uh, rondom een uh, deel 2 eigenlijk van de autisme-docu. En die gaat dan over werk, vooral. Afgelopen jaar heb ik wel vaker dingen gestart. Toen wilde ik iets over menstruatie uh, maken. Oh ja, al die pillen uh, oh, heb je nog heel. Ja, heb ik ook nog inderdaad liggen. Uh, ik wilde met uh, problematische relaties, daar was ik al mee bezig. We hebben oh, ja, al een interview ja, ja. gedraaid, maar dat is er nooit van gekomen. Ik zeg niet dat het nooit gaat komen, maar goed, dat is gewoon op de langere termijn geschoven wajong doku natuurlijk heb ik gehad, dat is ook nooit gekomen. Ja, het is gewoon. Ik ben een persoon van de korte termijn, dus het moet voor mij op een snel, want anders ben ik gewoon. Uh, dan ja, ga ik weer door. Ja, ik denk als iets te lang duurt of of te, te um, lastig gaat worden om iets af te maken, dan denk ik dat je weer enthousiast wordt van nieuwe projecten. Ja, ik ben nogal kortstondig. En je houdt er heel erg van bij projecten houden ook, als in. Dat je kan niet niet 23 dingen door, door, dingen door elkaar. Ja, doen. Nee. Dus dan is het fijn dat iets een beetje soepeltjes loopt, zodat je het af kan maken. Nou ja, weet je wat het is? Ik denk dat, uh, dat uh, sommige projecten kunnen wel tussendoor lopen. Dat kan wel als het niet heel de tijd je aandacht mm -hmm. op eist. Maar um, sommige projecten die je begint, eisen wel veel aandacht. En dan vind ik het wel lastig. Dus dan is het wel jammer. Maar ik denk dat, als, uh, 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 dat mensen die creatief zijn het wel herkennen, Dat als een project niet helemaal voelt, uh, dat je mm -hmm. op een gegeven moment denkt van ja, nee, dan moet ik het toch even laten gaan. Ja. En misschien komt het ooit nog wel weer een keer terug. Want dat, dat dat heb ik wel, want ja, wellicht maak ik nog een keer ooit iets over de waaring, hoor Wellicht maak ik nog een keer ooit die docu over uh, problematische relaties. Ja, dat weet ik niet. Mm -hmm. um, ik ben wel iemand van de impulsiviteit. Dus dan op een avond denk ik van: oh, dat is ook wel een cool onderwerp. En dan ga ik dan gelijk op internet gooien en uh, vragen stellen. Ja, en dan komen de leukste dingen uit, vind ik wel. Ja, waar. maar daardoor krijgen mensen misschien wel een verwarrend beeld dat je, dat je dan altijd Overal alles wil mee afmaken. Bezig ben, maar dat, is, dat is ja. wel echt hoe ik een brein soms kan werken. Tenminste, mijn brein werkt. Is gewoon doen. En dan op een gegeven moment denk je: van... ah ja, fuck. Ja, nou nee, ja, dat stond nog niet helemaal wat ja, ik denk. Hoe kun je nou zeker weten dat iets gaat werken als je het niet doet? Ik denk dat je daar ook wanneer je het aan het maken bent achterkomt. Of, of het ja of het ja, soms gaat is de timing niet. ook niet goed nee. soms is het idee nog niet helemaal goed en nu hebben we ons gewoon zelf opgelegd van oké okay, we willen sowieso iets met uh, uh, autisme en uh, werken maken mm -hmm. omdat we het gewoon een belangrijk onderwerp vinden ja um, en we hebben ook gewoon de tijd ervoor gesteld en ik denk dat we het in die tijd ook wel af kunnen krijgen ik ga hem even formuleren want ik zie meer meerdere vragen voorkomen we hebben een relatie uh, is het moeilijk om uh, daarin met angsten om te gaan dat je elkaar niet daarin tegen kan houden dat ja dan? Ik denk dat we dat wel doen. Ja? Maar dat we elkaar ook kunnen helpen. Ja. Dus ik denk dat het twee kanten heeft. In welke situatie doen we het dan? Ik denk als wij allebei... Wij zijn allebei bijvoorbeeld bang voor auto rijden. Ja. Tenminste, daar, dat roept heel veel angst op. Mm. En daardoor zullen we allebei wat minder geneigd zijn om... Bijvoorbeeld als we ergens heen gaan om, om het met de auto te doen. Uh, als we allebei angst hebben. Ja, ja. Dus... Daaraan hou je elkaar dan tegen? Ja, en als de ander het niet zou hebben, dan zou die misschien er zeggen, nou, kom op. Ja, dat is wel waar. Ik denk dat eh, bij ons is het de grootste dingen op de auto rijden. Maar daarvoor wat, heb ik niet echt het idee dat het gewoon... Ik denk dat echt de auto de uiting daarvan is Want geworden. de andere, ding, andere dingen, bijvoorbeeld ik heb veel angst op sociaal vlak. En Weet als niet. ik bijvoorbeeld wel eens bang ben om een winkel in te gaan of om af te rekenen, dan zeg jij juist, nou, dat ga jij nu even doen. Ja. Nu is het jouw keer. Je moet het wel aangaan. En dan denk ik van, oh ja, ja dat moet ik ook echt wel doen. En dan, dan ga ik het doen. Ja, omdat je het makkelijk vindt, omdat ik het wel prima vind om te doen. Weet je, als ik alles ja. uit handen laat nemen door jou... Dat, dat, dan weet ik gewoon dat dat veel erger gaat worden. Ja. Dus dat vind ik wel fijn, dat, je, dat, je, dat we elkaar daar een beetje ja, in motiveren. Ja. En denk bij jouw vlak, dat ik jou kan motiveren... om niet alles het fysieke heel serieus te ja, nemen. Ja, klopt. Ik denk dat we daarin uh, dat ik daarin best wel. Maar jij bent daarin de laatste weken of maanden wel in veranderd. Want in dat fysieke zie ik jou ook wat ja, vaker. Ja, maar de reactie op uh, stress en angst. Ja. Dat kan ik heel goed daaraan koppelen. Ja, dat en dat, wel, ja. Dat, ja, dat, dat is bij mij heel duidelijk. Ja. Voor mijn gevoel, ja, ja. ik weet een beetje wat overprikkeld is. Ik weet een beetje wat angst is. Ik weet een beetje wat paniek is. Mm. En dat fysieke, als ik bijvoorbeeld hartkloppingen heb of uh, iets anders geks, dan neem ik dat niet zo heel serieus op nee. zo'n moment. Nee, klopt. En dat neem jij wel heel serieus. En dat koppel je niet echt aan elkaar. Nee, maar het viel me wel op de laatste tijd dat jij, dus wel wat van fysieke dingen toch wel wat Ja, maar ik heb dat in mijn raakt. hele leven al gehad. Toch wel, ouder oh, ja. is ik niet. Ah, oké. Okay. Ja, ik, er is altijd iets waar ik me druk op moet maken. En ik heb vier jaar lang druk kunnen maken om allergieën. Ja. En dat komt nu een beetje sinds we ook in dat nieuwe huis wonen, is dat eigenlijk zoveel minder. Ja. Dat ik, er is iets, een, een, een raar gevoel dat ik, dat ik ergens niet kan geloven dat het dan fysiek, mijn, fysiek helemaal perfect gaat, helemaal goed ja, gaat. Ja, ja, ja. Dan, dan denk ik van ja, maar. Stas, dus is, is er iets en dan heb ik dat niet door. Ja, ja, dat snap ik al. Dus dat is dan een angst en dan weet ik dat ik daarin uh, mezelf um, een beetje wat moet, uh, geruststellen, geruststellen ja. en het niet allemaal zo serieus moet nemen. En jij hebt die ook eigenlijk ja, die zeker. angst. Ja. Dus uh, daarin uh, zijn we misschien ook niet helemaal. Uh... Nou, dat weet ik niet, want als jij uh, even iets voelt, dan ben ik niet gelijk uh, geneigd dat ik denk van oh, het gaat uh, niet goed met jou. Ik denk al bij mij ligt, bij jou, ik denk dat jij gezond bent en zo. Dus. Ja, dat denk ik dus ook voor jou. Ja, nee, ja goed. Nou ja, dat is wel lekker. Dan ik denk dan ik... dat je elkaars dingen gewoon niet te serieus neemt of zo dan. Ja, wij elkaars dingen niet dan. Nee, in ieder geval. nee. nee maar dat helpt ook wel. Zeker. Als ik alles van jou verschrikkelijk serieus ga nemen... dan ga ik ook keer denken dat, dat je eraan gaat of ja, zo. Ja, dat moet je bij mij niet doen. Nee, nee. nee, want het kan elke week wel een keer iets zijn dat ik denk... Ah. Maar andersom is dat bij, bij jou ook naar mij toe. Ja. Dus ik denk dat het uh, twee kanten heeft. Ik denk dat mensen die angstig zijn met elkaar best goed kunnen gaan. Ja. Maar dan moet je allebei wel... Ja, je uh, moet er ook allebei eerlijk over kunnen zijn, toch? Eerlijk. De, ja. En je moet elkaar kunnen motiveren... en ook een beetje doorhebben wanneer de ander... Het, wanneer het angst is. Ja. Uh, en daarin ook een beetje weten... hoe je de ander het beste kan benaderen. Bijvoorbeeld Protief. dat je handschoentjes aan doet... en voorzichtig zegt, schat, zou je dat nou wel doen? Kennen we onze buren? Of we daar goed mee omgaan? Waarom is dat een vraag? Ja, dat is een vraag. Is dat iets normaals? Zonder mensen, denk ik dat iemand dat leuk vond te weten. <laughs> um, nou ja, we zijn niet de grootste sociale gangers van de gang, laten we het zo zeggen. <laughs> nee ja, weet je wat het is met een, in een appartementencomplex? Ja, ken je elkaar? Eh, er was uh, er is één uh, stel wat, uh, waar de, de vrouw de, onze video's keek. Mm -hmm. Dus die uh, daar past op de kat. Zij past op Freak wel eens, zij heeft ze wel gedaan. Of zij allebei trouwens. Um, maar om nou te zeggen dat we met mensen omgaan, nee. nee het we zeggen hoi, uh, vrienden, is ook wat lekker, toch, juist van zo'n appartementcomplex. Ja, dat maar ik snap ik ook wel dat uh, je, ik, ja, maar ik snap ook wel dat mensen het leuk vinden om met een buren misschien uh, een kopje koffie te drinken of zo. Ja. Ja, ja, wij zijn daar niet heel nee. erg van. Nou, zouden we wel met hun eens een keer naar hun toe gaan om? om ja, om, om, vind om, ik maar, wel anders. Vind ik ook anders. Ja. Ik vind het. Dat staat mij tegen aan rijtjeswoningen. Uh, ja. Dat je direct bijna elke dag je buren ziet, gedag zeggen, praatje maken. Ja. Als ik een keer mijn dag niet heb, dan, dan. Nee, klopt. Maar ik zou het niet erg vinden om een keer een kopje koffie met iemand te drinken als het gewoon iemand Nee, maar stel je voor als je buren hebt, je hebt soms wel hele overheersende mensen. Ja. Dominante mensen. Ja. Nou, dan daar val ik echt zo uh, te nee, prooi. Nee, klopt. Uh, bij mijn vorige flat had ik het geluk natuurlijk dat ik echt uh, van de drie, van drie huishoudens mensen kende mm -hmm. van school of uh, van, via Saska. Yeah. Dus dat was anders en dat vond ik wel gezellig. Uh, maar in dit appartement wonen gewoon ook heel veel expats en zo. Ja, dat is toch weer een taalbarrière. Ja, het ja, is op zich wel. Kijk, wij weten wel een beetje wie hier naast ons zit qua ja, types. Zeker. En dat we gewoon aan zouden kunnen Vriendelijk ook. Ja, dat, is, dat vind ik al belangrijk. Zodat je ja. weet als mijn pakketje daar ligt, dan hoef ik niet bang te zijn om mee te lopen. Nee, nee, zo. nee. Aan, de, aan allebei de kanten wonen gewoon aardige mensen. Dus het maakt mm. nee. Maar het is niet alsof we over de koffie komen. Nee, koffie. maar goed. Je hebt met je buren kun je natuurlijk geluk en ongeluk hebben. Maar ja. uh, het zou mij er echt tegenstaan als, de, als er uh, buren zouden zijn die uh, elk. Elke dag bij je uh, naar binnen winden of zo. Um, oh, iemand vroeg of we nog steeds onze uh, auto apart moesten parkeren. Ik dacht dat het wel duidelijk was eigenlijk. Nee, we hebben een parkeervergunning. Ik moest ja. nog steeds heen en weer lopen. Ja, oh ja, ja. Oh, ja, dat kan je niet herinneren. Nee, toen had ik mijn rijbewijs nog niet. Dus nee, ik ben blij dat dat uh, daarna uh, over was. Nee, het heeft twee maanden geduurd voordat we die uh, vergunning hadden. En nu heb ik hem dus drie maanden. Dat is wel fijn. En zeker nu met, uh, met het weer uh, buiten is het wel fijn dat het nu wat uh, relaxed Ja, is. we zijn er ook achter gekomen waarom we überhaupt geen parkeerplek hebben, huh? Nou, oh ja, leg eens uit. Nou, dat gebouw is dus gebouwd op een bestaande parkeerplaats ja. ondergronds. En die eigenaren van ons pand, die zijn dus helemaal geen eigenaren van die parkeergarage. Okay. Nee. Dus heel veel parkeerplekken zijn al gewoon verhuurd. Uh, dus dan hebben ze waarschijnlijk gedacht van, nou, we kunnen dat allemaal wel gaan aanbieden aan die bewoners. De mensen die, ja, precies, de mensen ja. die. En toen, ja, toen hebben ze daarin de keuze gemaakt van oké, okay, dan werken we. hebben alleen de duurdere die, die appartementen. De appartementen ja. Nou, daar zitten wij helaas niet in. Nee. Hè? Wie weet ooit schat. Hè? Werken we ons helemaal to de top, to de pet. Het appartementen. Het uh, schijnt hoeven. ook nog een herrie te zijn daarboven, dus dat hoeven ja, voor mij ook niet. Ik weet ook niet. Nee. Mm, wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, dus heel veel plekken zijn ook dubbel verhuurd. Dus sommige mensen hebben ook daadwerkelijk een plek, mm. en die is helemaal niet van hun. Over trouwens. Uh, uh, Herrie gesproken. Wij, wij wij dachten natuurlijk dat wij best wel zeikers waren met. Uh, zo, dat, uh, ja, dat maar... ga je op een gegeven moment denken als je de enige bent. Ja, wij dachten echt van, oké, okay, wij zijn echt hele erg met uh, hoe wij uh, met de leefgeluiden en zo. Mm. Maar we hebben nu een groepsapp en ik moet zeggen, dan horen we iets en dan denk, nou ja, goed, ja, ja ik hoor het wel. Maar dan zitten mensen al gelijk in de appgroepen te... Tien minuten later te, van hou ze op, we, zijn, op, aan we zijn aan het werk. We willen we rust pakken, dat soort dingen. Ja, terwijl ik denk van, nou ja goed, je woont in een flat, zo erg is dat ook weer niet. En wij, ja we horen, ik hoor wel eens wat, maar... Ja, ik vind het, uh, ik vind het fijn om te merken dat we eigenlijk uh, dat helemaal niet zo zijn. <laughs> nee, 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 want daar gingen we wel aan twijfelen vorig jaar. Ja, maar ik had was eigenlijk wel, ik wist van mezelf, overdag kan ik eigenlijk heel veel hebben. Behalve um, keiharde muziek met een harde pas, zeg maar. Echt ja. dat gedreun. Ja. Dat, dat maakt je echt gewoon kier ja. Maar uh, lopen, dingen laten vallen... of uh, lachen of dansen... weven, allemaal prima. Ja. Ga je gang. Maar er zitten er een paar in ons appartementcomplex... die dat echt niet kunnen hebben. Nee, die kunnen echt niks hebben. Overdag moet het muisstil zijn, want we werken allemaal thuis. Ja. Ja, ja, op zich snap ik dat wel, dat je dat liefst wil. Maar ja, dat is in een flat toch wel echt lastig. Veel ook, hè? Veel mensen. Dat ja. je denkt van, wow. Ja. 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 ja, dat voelde voor mij wel dat ik denk... Oh, Wow. Ja, ik vond het een heerlijk idee. Dat als ik uh, s'avonds lekker wil slapen en het is rond... Uh, nou, laten we gek doen, tien uur. Ja, Helef dat is wel gek voor Guilaine. Dat is ja. laat. Ja. En ik hoor opeens geboor of uh, een hard geluid. Dan hoef ik alleen maar in die groep te kijken en zie ik alweer aan het typen. Ja. <laughs> ik hoef zelf niks te doen, heerlijk. Ja. Ja. Over huizen gesproken. Hoe ziet jullie volgende huis eruit? Als je bijvoorbeeld een gezinsuitbreiding gaat krijgen. Nog een kat? Ja. Van een hond? Ja. Hoe ziet dat er dan uit? Oh. Ja, ik denk niet... Daar, kijk, dus, dus waar we aan het begin misschien ook wel een beetje over hadden... Wij plannen niet zo heel veel, maar ook mm -hmm. niet vooruit. Dus ik kijk ook niet heel ver vooruit. Nou, maken we maken wel visionboards. Nou, ik vind dat best maar... wel geinig om te doen... dat mijn vorige visionboard zo goed uitgepakt heeft. Ja, die was wel goed uitgepakt. Maar ja. op deze huidige staat geen nieuw huis. Ik ben eigenlijk heel tevreden. Ja, en stel, we zouden een gezinsuitbreiding doen in de vorm van een kind. Um, ja, ik denk de eerste jaren dat het hier nog wel makkelijk zou kunnen eigenlijk. Maar ja, volgens jouw vader niet, hè? Ja, maar ja, die is niet goed bij zo'n hoofd. Ja, je kan toch gewoon makkelijk in zo'n appartement wonen, dat vind ik wel hoor. Um, nou ja, Het eerste jaar sowieso wel, ja. ja. Toch? Ja, ja zeker. Nou ja, de eerste twee, eerste twee jaar wel hoor. Je kan, de, 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 het kind kan sowieso niet alleen slapen. Heel vaak uh, slaapt het nog lang bij uh, de ouders. En we hebben een berging. En we kunnen onszelf <laughs> altijd in de berging opsluiten als we nee, willen, willen ontsnappen de aan kind. het kind. <laughs> nee, maar goed. Nee, ja, ik zou daar niet... Uh... We hebben een berging. Nou, weet je wat het is? Uh, wij, dat hebben we ook in een vlog volgens mij gezegd... Uh, staan niet heel erg te popelen om een kind uh, te krijgen... Uh, op dit moment in ons leven. Nee. Uh, dus denken we daar ook niet echt aan. Nee, ik zou... Kijk, als ik daaraan moet denken, dan zou ik eigenlijk... waar ik nu zit willen, maar dan iets groter. Ja. Ik ben eigenlijk heel blij daarmee. Eigenlijk een klein apart kamertje erbij ja. en dat is prima. Ik vind, ik vind uh, de locatie fijn. Ik vind het heerlijk rustig. Ja. Goed geïsoleerd. Goed geïsoleerd, lekker warm. Lekker warm. Leuk balkon, mooi uitzicht. Een mooie keuken, mooie we badkamer. Nog, uh, we, hebben, we zien dus een maandag in de video volgende week, uh, denk ik ergens. Uh, we hebben ook nieuwe dingen in ons huis? We ja. hebben het ons huis afgemaakt? Het is nu helemaal af. Ik zijn helemaal, helemaal tevreden. Ja, dus um, nee, ja, ik denk daar eigenlijk niet zo ver over na dan dat. Want we zijn ook pas net vier maanden verhuisd. Ja, het zou ook wel uh, vreemd zijn toch als we alweer uitkijken naar het volgende. Er waren al mensen die gaan verhuizen alweer uit ons appartement. Komen. Ja, dat zou wel een andere reden ja, hebben toch? Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Maar dus nee, daar hebben we niet echt een uh, voorstelling bij. We gaan wel binnenkort een visioenbord denk ik maken. Dat is een jaar geleden hè? Dat is in september. Als laatste vraag. Waar willen we heen met het bedrijf? En komen er ook producten die, uh, waar ik meer op getekend heb? Gegliederd. En oh, gekliederd? Ja. Nee, ja, tekenen. Of dingen met mijn tekenwerk komt. Mm -hmm. Nou ja, goed. We hebben een tasje en een shirt. We hebben een spel, waar, twee spellen waar, alles, uh, waar ik alles van getekend heb. Maar ja, er komt zeker iets aan. Want we zijn bezig met een kleurboek. Die komt hopelijk binnen nu en een maand al zelfs. Zijn we nu uh, afgelopen weken mee we bezig geweest. Ja. Dus dat is heel tof. Uh, daarnaast, ja, ik denk dat wij allebei heel tof vinden om uh, de shop vooral uit te gaan breiden. Mm -hmm. Dus meer producten daarop te lanceren. En dat als mensen denken aan uh, een leuk cadeautje voor iemand of zo, of uh, iemand uh, steun onder de hart onder de riem, uh, onder de riem willen steken met, met een leuk design of een leuk uh, spel of een leuk boek, of weet ik veel wat, dat wij dat dan zijn. Dat dat dan als eerste in je hoofd opkomt. Mm -hmm. Um, omtrent mentale gezondheid. Ja, omtrent mentale gezondheid inderdaad. Ja. Maar wellicht ook nog het daarbuiten, hè? Ja. Uiteindelijk. Kijk, in eerste instantie mentale gezondheid, maar wellicht zijn er nog thema's later in ons leven die we ook toch vinden om daar aan toe te voegen. Ja, maar iedereen heeft uh, te maken daarmee natuurlijk. Uiteindelijk wel. Zo, zo uh, hebben we een nieuw idee bij het mentale gezondheidsspel. Dus de... de senior versie of hoe noem jij het? Nee, gewoon klassieke versie. De klassieke versie. Niet voor senioren. Het is voor senioren. Je <laughs> vindt iedereen boven de 40 senioren. <laughs> senior. senioren Ja, ik, dat zit altijd in mijn hoofd omdat één junior heet. Maar goed, uh, de, de klassieke maar versie. Waarom doen we geen senioren versie? in het bejaardentuin. Ja. Zou wel interessant zijn. Oh, we zijn hebben wel die? Geinig. Hebben die iets anders? Het zou wel kunnen, denk ik. Andere belevingswereld. Ja, die zijn heel erg bezig met. Uh, de dood. <laughs> ik wil dat niet zeggen. Ja. 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 Dat nee, zou kunnen, inderdaad. Maar we gaan in ieder geval dus de, 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 de klassieke versie aanpassen. Waardoor er een speelelement in komt. Dus dingen um, eigenlijk verbeteren van wat we nu doen. Mm -hmm. En met uh, de YouTube-kanalen. Uh, nou, ik vind vloggen de laatste tijd erg leuk om te doen. Ook om die camera's die ik nu heb, die gewoon wat compacter zijn. Waardoor ik wat, ja, wat minder gedwongen video's kan maken. Ik vind het leuk om gewoon te laten zien hoe het leven is en dingen die we doen. Um, Podcast vind ik leuk. En ik vind de food-video's leuk. En ik merk dat ik steeds. Probeer wat meer relaxen erin te gaan staan. Het, het is nog niet waar ik zou willen zijn, misschien. Maar uh, ik heb wel het idee dat ik op een punt ben dat ik misschien wat comfortabeler ga zijn met de dingen die ik maak. En dat ik denk van, ja. nou, het komt toch wel goed. Ik denk dat uh, dat ook wel mag. Hè? Als ja. je het al zo lang doet, dan mag je ook wel eens uh, denken van, uh, nou, het doe allemaal goed. Ja. ja, we hebben een hele uh, lijst en uh, ding gemaakt. Uh, een moodboard eigenlijk over de shop. Ja, geen moodboard, gewoon een... Uh... Ja, een soort moodboard is het toch of nee een uh, nee hoe weet dat ook weer tegen Geen moodboard maar een oh, mindmap oh een mindmap Zo mind so yeah. mind dus een brainstorm ja maar mindmap dus Oké, okay, you want to call it a mind Ja, yeah, it is a mindmap yeah. you know yeah. en jij ik uh, wil uh, minder nadenken meer doen ja oh ja dat is wel dus uh, ja. mijn creativiteit gewoon laten lopen ook al denk ik type van binnen van dat ik uh, een grote uh, fraud ben He, maar jij bent altijd iemand die zegt dat je. Kijk, ik roep bent. altijd: ik ben een creatief genie. <laughs> dat is om mezelf te motiveren. Yeah. Dan zeg ik dingen als: uh, van waarom jeetje, ben ik goed? Waarom, waarom is het toch niet oneerlijk naar al mijn zussen en mijn broer dat ik alle talenten heb gekregen? <laughs> <laughs> ja, ge uh, gewoon even uh, in om het op te. Maar heel vaak denk ik: ja, is het nou leuk? Is het nou. Wat? Maar wat je nu aan het maken bent, het uh, kleurboek, wat vind je dan? Of, uh, heb je, omdat omdat het met jou tekeningen zijn, mm. ik zet het in elkaar, vind ik het heel leuk. Ik kan met, uh, met ik vind het gewoon leuk wat jij maakt, dus mm. dan word ik daar ook enthousiast van. Mm. Dus eigenlijk moeten we alles gaan maken met mijn tekeningen. Nee, ik kan ook wel enthousiast zijn om mijn eigen dingen. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld een t-shirt uitgebracht... wat ik nou echt niet leuk vind. Ja, die vind maar om, om ons heen hoor, hoor ik elke keer dat mensen het leuk, juist heel erg leuk ja, vinden. Ja, ja. Dan, weet ik, dan denk ik dat ik te kritisch naar mezelf ben. Dus dan wil ik gewoon meer gaan doen, minder ja, dat twijfelen. Ik wel, ja. Ja, ja. Ja, ja, en uh, um, ik wil wat minder uh, moeilijke designs maken. Hoezo? Zodat we het wel op een trui kunnen maken. <laughs> ja, we zijn bezig met een... Uh, een oh. uh, <laughs> ja. En een overprikkeld trui. En het werkt niet met de borduren, dus we hebben nu iets nieuws gemaakt. Ik hoop dat dat werkt en ik hoop dat de andere mensen dat ook leuk vinden. Weet gaan je wat vinden. de crime is? Overprikkeld is gewoon een heel lang woord. Ja, het is een heel lang woord, Jan. Dus we moeten ook andere dingen gaan maken. Want ik ja. vind overprikkeld heel leuk, maar we moeten echt andere dingen ook gaan maken. Dus mocht je ideeën hebben, uh, drop ze vooral. Voor andere soorten designs. Dus we hadden een heel leuk idee, maar dat wordt nu gewoon iets anders. Maar dat vind ik ook een heel leuk idee, eigenlijk. Dus eigenlijk wel, ja, ja. Ik denk altijd uh, de beste dingen komen van uh, het tegenslagen try on error. Ja, de laatste tijd wel met die shirts hebben we wel veel. Uh, dat ik denk, jeetje, het gaat allemaal wat traag. Mm -hmm. Maar ja, goed, dat is ook ondernemen, he, uiteindelijk. Ja. Dus uh, ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dan gaan we maar door naar het snackje van de week. Het snackje van de week is een kruidnoot weer. Net als twee weken geleden. Mm -hmm. Het is namelijk de Dulce letje van Bolletje. Die vond ik erg lekker. Ja, het deed mij een beetje denken aan iets wat jij in je Mystery box gaat stoppen. Namelijk ja. die. Uh... Ah ja. Zo ja, dat is waar. Ja, Daar ja. lijkt het wel een klein beetje op. Een beetje dat gezit er. Uh, ja. Ah, trouwens, dat wordt een hele goede doos deze keer. Dat wordt een lekkere doos, ja. Ja, dat wordt <laughs> <laughs> een goede, toch? Ja, ja, ja die komt eind uh, november. Was het nou eind november dat hij zei? Ik weet het niet zo goed eigenlijk. Of eind oktober? Begin november? Ik weet het echt niet Was Het was begin schat. november. mag het hopen zeg. Ik hoop het wel. Ik een hoop, uh, hoop, uh, hoop uh, promotie Pushin. naar jullie toe jongens. Een doosje, een, uh, een, een nieuwe spullen op de shop, een en, kleurboek en dit en dat. zo, zo, zo. Ik hoop dat je het allemaal leuk vindt. Ik hoop dat je het ook allemaal gaan kopen. Ja, zeker. Ah, kleurboek wordt wel erg leuk moet ik zeggen. Ja, ik vind het heel leuk. Ja, En ik uh, kan niet wachten tot ik daar zelf mee aan de slag mag. Geen kleuren, ja? Natuurlijk. Ja. Moeten we daar trouwens een digitale versie daarvan uitbrengen? Ik denk het wel. Ik denk dat veel mensen het leuk vinden op een tablet kleuren. Nou, laten we dat ook doen. Dus de Dulce van bolletje, die zou ik aanraden. Wat zou ik geven? Waarom niet vijf, ja? Ja, voor mij mag ik ook vijf gezegd. Of vier en een half. Hij was eigenlijk lekker. Jongens, bedankt voor het kijken. En mocht je nog meer vragen hebben, stel ze vooral in de reacties. Dan doen we dat de volgende keer weer over drie jaar. En dan uh, zien we jullie. Zo, ik wil niet weten hoe ik er dan bij zit. Ah, zo, so die sloeg gewoon even al mijn vingers uiteen. Tot de volgende keer.